rechterkant varen we langs de bekende burg Krijfingstein. Deze burg is heel veel keer verwoest. En het was oorspronkelijk gebouwd in de 10e eeuw als roofburg. Rond 1900 werd het kasteel weer gerenoveerd. De huidige eigenaar is een Amerikaan die jaren geleden een Rijnreisje maakte met zijn vrouw. En die net als u deze burg passeerde en zijn vrouw helemaal enthousiast werd over de burg en hem opdracht gaf om terstond deze burg te kopen. En hij kocht die burg voor 2,5 miljoen Duitse mark. De burg doet nu dienst als zomerverblijf, buitenverblijf van deze familie. Onze stad heeft met zijn 5 deelgemeentes enkel 10.500 inwoners, terwijl elk jaar 2,5 miljoen gasten ons bezoeken. Zij stichtte in Bingen en hier te Eibingen twee kloosters waarvan zij ook abdis was. In de Rüdesheimer Kloosterkerk worden de reliquieën in hun gouden schrijn bewaard. Zij was in de 12e eeuw de enigste vrouwelijke componist in Duitsland, was op de hoogte van medicijnen en de helende kracht van kruiden en schreef vele werken over religie en filosofie die vandaag de dag nog steeds gelezen worden.
Thank you.